Hallo, Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij de eerste aflevering van Mario Kart Wii Online. En ja, ik speel met de GameCube controller, want ik ben een GameCube boy. Ik heb deze Wii tweedehands gekocht en er staan echt nog namen op van Marlies en Mariolijn en Trudy. Die hebben allemaal nog een account hierop, hun Mii's hebben ze nooit verwijderd. Alleen ik had echt geen zin om een serieuze Mii te maken, dus heb ik er gewoon eentje aan heel wat random nummers ingetypt. Aan het begin van... Damn it! Nou, dan krijg je payback, hoer. Oh, dat kan ik er niet raken, dat is jammer. Hoppa! Eerste plek voor Rick. Nee, fuck! Eerste plek voor Rick, mijn lul! Oh, wat hectisch. Wat een hectisch einde. Wat een hectisch einde. Ik was bijna eerste! Oh, wauw. Ik zeg nog, niet Rainbow Road. Hij zit er één keer tussen. En wat gebeurt er? Rainbow Road. Oh, fucking shit. Ik ben even flink aan bevallen hier, jongens. Het leven is als een bevalling. Ik halverwege wil ik het liefst gewoon stoppen. Ik heb mij nog nooit bevallen, maar het lijkt me wel. Halverwege heb ik het wel gehad met die bevalling. Rijdt iemand vanaf, dankjewel, sukkel. Oh man, ik ben zelf ook een sukkel. Oh damn, dit is een zure pil. Dit is een zure pil voor team Rick Zuigt. Hij is bijna net zo lang als mijn haar. Oh nee, ik schrok eventjes. Ik schrok eventjes mijn lichaamsdelen eruit. Ja, welke lichaamsdelen dan allemaal? La 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 la. Zou het trouwens interesse zijn voor wat er maar... Ah, damn it! Dan sta je tweede, denk je nou leuk. En opeens sta je zesde. Daar kan ik zo boos om worden. Tering game. Tering. Goed idee, hoofd. Dat is een Rick Broers quote voor op een t-shirt. Goed idee, puntje, 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 hoofd. Heb je goed gedaan. Ja, hij gebruikt alleen zijn slipjes niet zo goed. Slipjes. Als je blind bent, probeer even met je zonder ogen de like-knop te vinden en druk er even op. Toch wel cool dat je Adolf Hitler een platform geeft op YouTube om dan nog eventjes nazi-propaganda te maken. Daar denk je. Hoe goed, en Hanna, die is de gast. Oeh, ik poepte even in mijn flink in mijn broek. Hoppa, Master C, je bent een sukkel, dat ben je. Je bent een master clitoris. Clitorale meester, dat ben je. Ik ben een winnaar. Een overwinnaar. Ik ben een slet. Kaasvlees kroket. Ja, sorry, ik ben geconstateerd met slecht zijn. Echt een hele grote dosis ook. Dodelijke dosis zelfs. Het meest veelzijdige stukje vlees. Kut! Hahaha, de rest niet. Hahaha. Ik dacht ik zing, want het spel is aan het la. Oefening baart kunst. Ja, weet je, dan is het eigenlijk de vraag: wie is het zoontje van kunst? Oh, nou, dit is precies wat ik bedoel. Dit is precies wat ik bedoel. What the fuck? En dit is precies wat ik bedoel. En dat zei ik net ook al. Maar het is ook inderdaad, hoe lullig het ook is, precies wat ik bedoel. Ik bedoelt iets. Ik weet niet of je wel eens anaal gehad hebt. Ik ook niet. Maar als je het wel hebt, gefeliciteerd. Hoe voelde het? Voelde vast als ik net. Nee. Oh, manus. Ja, zo voelde ik me namelijk in ieder geval wel.